Ja, ik praat verder met Jo de Roo van Open VLD. Dag meneer de Roo. Ja, in de Standaard verscheen zo pas een brief van een juf die vaststelt dat ze nog amper aan lesgeven toekomt als ze tegemoet komt aan alle bijzondere noden van kinderen met de heel uiteenlopende profielen in haar klas. Dit was de aanleiding van uw vraag. Maar ik bedenk me, u had die vraag ook veel eerder kunnen stellen, want nieuw is die vaststelling niet. Hè? Nee, het is ook niet de eerste keer dat ik ze stel. Ik ben hier in het parlement in 2014 heel lang op de tribune tussengekomen namens mijn partij, omdat wij tegen het M-decreet gingen stemmen die avond. Hebben we toen gewaarschuwd voor een aantal zaken. Eén, het was veel te snel ingevoerd. Leerkrachten waren totaal onvoorbereid en er waren geen middelen om leerkrachten extra te ondersteunen. Dus het principe op zich, daar bent u wel voor? Ja, gans het parlement heeft destijds een internationaal verdrag geratificeerd dat naar meer inclusie onze maatschappij op alle terreinen... Dat is een VN-verdrag, hè? Ja. Een VN-verdrag. Dus ja, absoluut, we zijn voor meer inclusie, maar je kan niet verwachten van leerkrachten, van scholen, dat ze dat overnacht gaan doen. En heeft deze regering, waar uw partij dan deel van uitmaakt, werk gemaakt van die ondersteuning? Van dag één... Goed, dan blijkt dat toch te weinig, hè? Want absoluut, mensen klagen nog altijd. Absoluut. En dat is ook, je hebt het ook aan mijn lichaamstaal gezien. We hebben 4 decreten hier in dit parlement gestemd met heel wat centen om net een aantal dingen van het M-decreet te repareren. En toch blijven, juf Charlotte, de schrijfster, is een van de vele mensen die ons contacteert met diezelfde noden. En dus moeten we nog een aantal dingen extra gaan doen, want anders kunnen leerkrachten dit niet aan. U verwijst naar dat M-decreet voor kijkers die niet weten waarover dit gaat. Het gaat erover dat kinderen die vroeger in het buitengewoon onderwijs zaten, eigenlijk nu in het reguliere onderwijs terechtkomen, waardoor die juffen en meesters extra zorgen moeten kunnen toedienen. Maar goed, ze zitten er wel, hè? En het neemt ook toe. Hoe kan je het aanpakken? Wat is uw voorstel? Wat zou u doen als u morgen minister zou zijn? Wat onze partij voorstelt, zijn een aantal maatregelen. 1, we moeten echt werk maken van leerkrachten beter te ondersteunen. Op dit moment, de ondersteuningsnetwerken die we gecreëerd hebben met deze regering, die werken nog te veel vanuit een net. Ja, dit is een problematiek dat netten en scholen overstijgt. Een kind met ADHD is in een katholieke school evenzeer een uitdaging dan in een GO-school of in een gemeentelijke school. Dus die netten moeten meer gaan samenwerken. Die teams moeten er eigenlijk zijn in elke regio 1 team. Dan kun je dat efficiënter inzetten. 2. Dat zijn teams die verschillende scholen frequenteren om daar ondersteuning te bieden. Ja, en in mijn stad, tot mijn spijt, passeren er 2 teams. Een team van het officieel onderwijs en een team van het katholiek onderwijs. Dus gooi die samen, zegt u. 1 team met veel meer expertise die gedeeld wordt. Ja. Ik hoorde u ook pleiten voor kleinere klassen. Nu, ook vandaag is er gedebatteerd over kamperen voor de schoolpoort. Ik weet het, in het secundair onderwijs. Maar goed, ook in de lagere school is niet in elke stad even evident om je kind in te schrijven. Nu, als je de klassen kleiner maakt, ja, daar is Maar ik pleit ook niet voor alle klassen in Vlaanderen klein te maken. Maar goed, als je ze kleiner maakt, dan heb je minder plaatsen. Hè? Nee, maar je moet eens goed kijken, wat is het grote verschil? Er zijn 2 grote verschillen tussen het buitengewoon en het gewoon onderwijs. 1, de mensen in het buitengewoon onderwijs zijn opgeleid om met extra zorgbehoevende kinderen om te gaan. Die opleiding is iets waar we duidelijk in het gewoon onderwijs nog moeten inspanning doen. En 2, de klassen zijn veel kleiner. Nu, we kunnen niet elke gewone school laten lijken op een buitengewone school. Maar je kan wel, volgens ons, eens gaan kijken. Klassen waar bovenmatig veel kinderen met extra zorgen zitten, ja, daar zou misschien een maximum aantal leerlingen moeten ingeschreven worden. Mijn vraag was, ga je dan geen plaatsen schrappen, waardoor het kamperen misschien terug vergroot? Maar ik stel de wedervraag, als leerkrachten zoals juf Charlotte uitvallen, ja, dan hebben we misschien nog klassen waar 25 kinderen in zitten, maar geen juf of geen leerkracht meer van voor. En dat is nog veel erger. Dus capaciteit creëren dan? We moeten veel meer leerkrachten hebben, want in het algemeen komen leerkrachten tekort. We moeten capaciteit creëren en we moeten gaan kijken met een aantal heel specifieke maatregelen om leerkrachten beter te ondersteunen, want deze problematiek is niet uitsluitend aan het M-decreet gelegen. Er zijn maar 2500 kinderen die naar het gewoon onderwijs gegaan zijn. Er zijn 3000 scholen. Dus je kan niet... zo wel op de lijst van actuele vragen. Hè? Ja, ja, absoluut. Hè. Maar het is niet alleen door het M-decreet. Nee. Je hebt een verhoogde zorg nodig in elke school. En we willen dat kinderen die tijdelijk of permanent met een aantal uitdagingen zitten, maar die perfect in het gewoon onderwijs kunnen meedraaien, dat die beter ondersteund worden. En dat begint bij de leerkracht. Maar dan moeten we ook middelen uitrekken om die leerkracht beter te ondersteunen. U hield ook een pleidooi voor meer vorming van leerkrachten in het gewone onderwijs, om die kinderen met extra zorg te kunnen ondersteunen. Nu, ik kan me voorstellen dat een leerkracht die nu verzuipt in het werk, planlast, lessen voorbereiden, verbeteren van taken, dat die zegt van, ja, als je nu nog eens enkele dagen per jaar gaat afnemen omdat ik een vorming moet volgen, dan kom ik al helemaal niet meer toe aan mijn verbeterwerk, aan mijn andere werk.
Ja, dat zal niet opgejaagd worden onthaald dan. Twee zaken. Eén, ik denk dat er echt ernstig werk moet gemaakt worden van planlastvermindering, van veel minder papier in het onderwijs. En ik denk dat de Vlaamse regering daar een belangrijke stap heeft gezet onder deze minister, onder deze meerderheid. Maar er zijn nog andere partners. Het is ook, niet alle scholen. De pedagogische begeleiding, de directies, de inrichtende machten moeten daar ook in... Horen kunnen zeggen, zij moeten ruimte maken in de agenda om die vorming mogelijk te maken? Zij moeten vertrouwen geven aan leerkrachten, niet alles op papier laten zetten, want als je gaat vragen aan leerkrachten, waar ben je bezig? Dan antwoorden ze vaak dingen waarvan ik zeg, maar dat vragen wij niet in het parlement en de minister vraagt dat niet en de inspectie vraagt dat niet. En als je dan gaat kijken waar dat gevraagd wordt, dan zit dat in leerlingvolgsystemen, in andere systemen waarvan ik zeg, het doel is al lang voorbijgestreefd door het papierwerk. Dus verminder dat, creëer tijd en in die tijd moet je zorgen voor nascholing die veel dichter, veel meer op maat is van leerkrachten. Zelf proberen we dat in onze eigen stad te doen via partners zoals een CVO dat vlakbij in de buurt ligt. Voor een muzische vorming willen we dat doen via kunstacademisch. Maar hier kan je dat perfect doen, die bijscholing, door mensen naar het buitengewoon onderwijs. Zij hebben de expertise. Hen te laten komen naar het gewoon onderwijs om hun collega's bij te scholen. Bedankt voor dit interview. Blijf bij ons, beste kijker, want we gaan het ook nog hebben over de Brexit en de gevolgen voor Vlaanderen. Tot zometeen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.